Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review. Het is weer december en de grote blockbuster van december moet natuurlijk The Hobbit: The Desolation of Smaug worden. Is het ook daadwerkelijk een goede film? Where does your journey end? You seek that which would bestow upon you the right to rule. The quest to reclaim a homeland and slay a dragon. The Hobbit: The Desolation of Smaug gaat verder waar de vorige Hobbit-film eindigde. We hebben een aantal dwergen, we hebben een tovenaar en we hebben Bilbo Baggins, de Hobbit, die graag een draak wilde doden in een berg, want die zit op een schat. En in deze film gaan ze verder met die reis. Do not think I won't kill you, dwarf. When did we allow evil to become stronger than us? It is not our fight. It is our fight. One of us is a trap! It's undoubtedly a trap. Such is the nature of evil. In time, all foul things come forth. If you awaken that beast, you will destroy us all. The Desolation of Smaug gaat eigenlijk gewoon verder waar Unexpected Journey eindigde. Namelijk onderweg naar de berg. En daarop maken ze heel veel avonturen mee. Nou ja, het verhaal zit natuurlijk niet zo goed in elkaar als Lord of the Rings. Lord of the Rings is veel dikker en de Hobbit is veel dunner. Bovendien is de Hobbit heel erg een film die op en toen leunt. In plaats van dat er reactionair gebeuren. Nou probeert Peter Jackson er nog een extra lijntje in te verwerken. Waarin Gandalf doorheeft dat er meer aan de hand is in deze wereld dan alleen de draak. En daarin zit inderdaad meer reactie op reactiestructuren. De orks geven veel meer een grotere spanningsboog dan de draak nog. En dat werkt heel erg goed. Ik vind dat in de grote linie is het verhaal van The Desolation of Smaug imposanter, wat groter, wat indrukwekkender. En zelfs kleine avontuurtjes, dus ze komen bij elfen, ze komen bij een vissersdorpje. Die vind ik allemaal wat spannender. Er zit iets meer spanning in deze film. Anderzijds heeft Peter Jackson ook geprobeerd om er wat zijtakjes in te verwerken die niet helemaal goed zijn. Scripttechnisch laat hij hier af en toe toch nog een steekje vallen als het gaat over plotholes, als het gaat over bijvoorbeeld een liefdesrelatie die hier helemaal niet in thuis hoort. Dat ik denk van ja, de film is niet zo scherp als haar voorganger, maar de film is wel spannender dan haar voorganger. Bij lange na nog niet zo spannend als The Lord of the Rings, maar voldoende om zeker geamuseerd in de bioscoop te kunnen zitten. Ik blijf er wel bij dat ik het heel jammer vind dat de Hobbit-films veel meer op CGI leunen dan de voorgaande Lord of the Rings delen. Lord of the Rings had nog stukjes realiteit, stukjes rauw, meer natuur erin. En vooral uit die fantasie in natuur en die grootste wijde shots. Daarin zit voor mij heel veel van de spanning van het grote Middle-earth. Dat is nu allemaal een beetje weg nu het allemaal gelikt uitziet. En de CGI toch op de een of andere manier de ruimtes kleiner maakt. Dat gevoel had ik trouwens ook bij de Star Wars trilogie. Dat het gevoel en de sfeer niet zo goed is door de CGI. Desondanks vind ik The Hobbit een ontzettend goed stukje fantasy. Net als haar voorganger. En ik denk dat ik deze film misschien nog sneller een paar keer vaker zou kijken dan haar voorganger. Omdat ik het tempo ietsje hoger vind. En er gebeurt wat meer in. En ja, ik zeg gewoon, leuke film. Check it out. Ga het vooral zien. Alleen verwacht geen meesterwerk als Lord of the Rings. Maar verwacht zeker dat je goed amusement gaat krijgen. Dus The Hobbit, The Desolation of Smaug. Check it out. That's an earthquake. That, my lad, was a dragon.